Sebbe Godfroy doet het tegenwoordig met Carolijn Brouwer. Deze twee zeilers zitten pas echt in hetzelfde schuitje. Carolijn. Welkom Sebbe, welkom Carolijn. Om te beginnen gefeliciteerd. Jullie zijn afgelopen weekend kampioen geworden. Ja, dat klopt. Vertel eens in welke boot, want het gaat allemaal in zeilen met klassen en gewichten en ja. Een typisch boot. Nu was het in een Formule 18 en dat is een katamaran. Dat is zo met twee bananen en er zit dan een trampoline tussen en een stokje en een vlag en daar gaan we dan de zee mee op. We kijken eerst naar een paar beelden van de wedstrijd. Zondagmiddag was het hier in Oostende aan het donderen en bliksemen. Varen jullie dan gewoon door? Wel, normaal gezien niet echt. Maar deze keer vonden ze blijkbaar dat donder en bliksem een normaal natuurverschijnsel was. En hebben ze ons inderdaad gewoon laten doorvaren. En is het niet gevaarlijk? Want in Blankenbergen is een surfer door de bliksem geraakt. Ja, gevaarlijk. In zekere zin natuurlijk wel. We hebben een aluminium mast die 10 meter hoog is bijna. Dus we zijn eigenlijk een beetje bijna bliksemgeleiders. Maar het is, je bent als zeilers, we zitten 275 dagen op een jaar zitten we op het water. En dan heb je op een bepaald moment wel een beetje een idee van het weer. Wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. We zitten ook heel dicht aan de kust, heel dicht langs het strand voeren we. Dus als de omstandigheden dan echt uit de hand lopen, dan heb je altijd nog de optie van even aan de kant te gaan. Jij was absolute wereldtop in de Finklasse, Olympisch zilver in Atlanta. Waarom ben je eigenlijk van type boot veranderd? Wel, ik ben net 22 geworden en ik dacht het is tijd om aan iets anders te beginnen. De laatste jaren was ik eigenlijk meer, als ik fysieke trainingen deed, was het meer blessurepreventie dan iets anders. En dat werd ik niet echt motiverend. Het werd te zwaar? Ja, ik heb 14 jaar in dezelfde boot gevaren. En mijn knieën, mijn rug, mijn schouders, die begonnen allemaal een beetje moe te worden. En ik dacht van ja, het is tijd dat ik op een andere manier mijn lichaam ga belasten. En dan zijn we maar samen in een boot gekropen. Het heeft ook gevolgen voor het gewicht, geloof ik, hè? Ja, ja. In de Finklasse moest ik altijd alles doen om gewicht bij te winnen. Dan moest ik rond de 100 kilo wegen. En nu moet ik eigenlijk alles doen om gewicht te verliezen. En liefst zou ik nu ineens 80 moeten wegen, maar ik blijf voorlopig nog wel bij 90 hangen. Jan, krijgen ze jou op een zeilboot? Ik heb ene keer gezeild. En ik ben ondergegaan. Dus, echt waar. En ik was al zeker een half uur aan het varen met mijn broer samen. En in één keer, boem, dat zeilbootje naar beneden. En nog goed dat ze mij gezegd hadden, voor ik vertrok, je kunt zien als je valt, als je omver waait, dat je je vasthoudt aan de boot. Ja. En we hadden geen zwemvest mee, maar ik heb mij dus gedurende een uur en een half, twee uur ongeveer, vastgehouden aan die boot. Waar was dat? In Bodensee. In Bodensee, tussen Constans, meer van Constans daar in die dingen. En heel veel wind, was ook storm een beetje. En we aan die boot vastgehouden, tot wanneer het dan in één keer de politie voorbij kwam. En die heeft dan direct de redders gezocht. En je mocht daar niet drijven? Je mocht daar niet parkeren waarschijnlijk. Ja. We zijn er heel strikt in. Ja. Hoe is de taakverdeling op de boot? Wie doet wat? Carolijn, wat doe jij? Ik ben stuurvrouw, dus ik heb het roer in handen. En jij leest de kaart? Ja. En schropt het dek? Kort uitgelegd. Stuurt Carolijn inderdaad en ik regel alle zeilen. Dus kun je een beetje vergelijken dat zij het stuur heeft en iemand anders, dus ik de gaspedaal. Ja. En dat ik bepaal of dat we nu vol gas gaan of niet. En als zij dus wilt... Als zij naar huis wilt, ga je wel naar huis. Nou, als ik vol gas geef, dan gaat zij plots niet gaan draaien. Want dat gaat niet goed. Maar met z'n tweeën de hele dag op 3 vierkante meter, dat lijkt mij het ideale recept voor een huishoudelijke ruzie. Ja, dat klopt. En dat werkt ook. Dat is heel lekker. Als je thuis ruzie maakt, dan loop je gewoon naar een andere kamer of je loopt de tuin in. Maar wat doe je als je met twee op zo'n zeilboot zit? Je kan niet weg van elkaar. Je moet dat loslaten.
Je moet dat, en vooral als je in een wedstrijd zit, je moet dat achter je zetten. En dan kun je het nadien thuis rustig met een glaasje wijn erbij bespreken. Maar op de boot is dat is er geen tijd voor. Nee. En, of je zou al overboord moeten springen. Ja. Maar dat gebeurt dus inderdaad. Maar ze is tot hiertoe altijd zo vriendelijk geweest van mij na een paar minuutjes toch terug te komen ophalen. Maar wat bedoel je dat het al gebeurd is? Dat je echt al van de boot bent gesprongen? Ja, dan bespreek je zo een probleemsituatie en dat wordt dan allemaal een beetje spannend en pikant en heet. En dan zie je zo het stoom uit mijn oren komen en dan spring ik overboord en dan koel ik wat af. En dan, als ze zo zie, zo van hij begint nu wel al te bibberen, dan komt ze langs en komt ze mij terug ophalen. Dus ik moet daarvoor bedanken dat ze mij nog nooit heeft laten liggen eigenlijk. Hoe uitzonderlijk is een gemengd duo in de boot? Man en vrouw? Ja, vrij uitzonderlijk. Het is de tornado-klasse is een discipline in de Spelen waar het is een open klasse. Dus er mogen gemengde teams meedoen. Alleen zijn wij daar vrij uniek in tot nu toe. Er zijn wel meer gemengde teams, maar daar zijn, die zijn niet echt met een volledige fulltime Olympische campagne bezig. Als jullie willen meedoen aan de Olympische Spelen, zal wel één van jullie van nationaliteit moeten veranderen. Jij bent Belg, jij bent Nederlandse. En dat klopt. Lijkt me moeilijk in dezelfde boot. Ja, dat klopt. Dat mag ook helemaal niet. Dus we moeten inderdaad iets aan gaan doen. En Caroline wordt Belgische. Dus, Ik ben een Belgische inwording. Ja? Dus, jullie hebben gewoon het mooiste volkslied gekozen. Jullie hebben wel een lang volkslied anders. Nou, verlaatst stonden we inderdaad op het podium en... toen zei Caroline zo van, ah, is dit dan jullie volkslied? Ik zei, ja, ik kan het ook niet voorzingen, maar ja, dit better is het. Better get used to it. Zou jij ooit voor de goede zaak Hollander of Duitser willen worden? Ik zou het liefst wel Belg zijn. Moet ik zeggen, ja. Het liefst van al, ja. Als Belg kun je overal komen. Overal. Nederlander ook, hè? Ja, maar als Nederlander maar één keer, hè? Ja. Hey, Zebbe en Caroline, ik wens jullie nog heel veel succes op het komende wereldkampioenschap. En vooral over 2 jaar in, op de Olympische Spelen in China. Behoud de vaart en wel bedankt. Dankjewel.